Hayashi, it seems to me like Patty is totally stressed out by you. Are you going to leave her alone tonight? If everything works, nobody will be hurt. Poor Patty. Hayashi, habama shelcha. Don't give in. Vroeger hadden Aziatische krijgers de gave om hun lichaamsenergie zo te controleren dat ze niet door vijanden geraakt konden worden. Het leek alsof ze werden beschermd door een onzichtbaar schild van energie. Juist dat wil ik nu demonstreren. Patty, kom naar me toe. Alsjeblieft, dames en heren, Patty! Vanavond ga jij slaan en ligt mijn leven in jouw handen. Oh, mijn hemel. Alsjeblieft, neem instap achteruit. Goed. Hey. Patty, dit is wat je moet doen. Nu jij. Kom naar me toe. Wees heel voorzichtig met het zwaard. Goed. Instap achteruit. Ja. Doe precies wat ik zeg. Ontspan. Ik tel tot drie. We doen het samen. Haal diep adem. Hier. Haal diep adem. 1. Ja, 1. 2. En 3. Hey! Goed zo. Ga weer terug in startpositie. Ja. Hey. En nu nog een keer. Met kracht. We doen het samen. Ontspan. Haal diep adem. 1. 2. 3. Heel goed. Dames en heren, Patty. Ga weer terug in startpositie. Hey. Ik vind dit leuker hoor. En nu doe je het nog een keer zonder te kijken. Ach. Nee. Kijk recht vooruit. In het publiek in. Ik tel tot drie. Haal die adem. 1. 2, 3, 4! Ja! Uitstekend! Ga altijd terug in startpositie. En nu doe je exact hetzelfde, maar dan met een blinddoek voor. Ah, niet doen. Goh.
Okay. Ogen dicht. Ogen dicht. Ik heb ze dicht. Goed. Kun je iets zien? Nee, goed, ik heb mijn ogen dicht. Betty? Ja? Concentreer je en ontspan. Voel het zwaard. Luister naar mijn stem en voel je lichaamsenergie. Betty? Ja? Als ik tot drie tel, ja, stop je al je energie in de slag. Ja. Met kracht. Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Goed. Haal diep adem. 1, 2, 3, sta! Mag ik kijken? So sorry. Okay. Dank jullie wel, dank jullie. Oh, wat erg, hè? Patty, ik heb het je de laatste twee keer moeilijk gemaakt. En nu heb je je wrak gehad. Patty, this is for you. Thank you so much. You're beautiful energy. Thank you. Betty! I'm bleeding. Hayashi, there is an added oriental mystery created by your kimono and your martial arts display. The reversal of your performance was great. It shows that all of us can almost learn some mind control. But I urge everyone not to try dangerous exhibitions of mind over matter. Leave it to the professionals. Now, obviously, something didn't quite go right, but you somehow managed to stop that sword from slashing straight into your chest. You still have a mark, but that is remarkable that somehow you controlled her mind to stop that blade from killing you. This was extraordinary. And this is live television, and you could have gotten killed. Well done.